ben Jacob, ik ben junior bedrijfsleider hier bij Paradiso. We hebben een capaciteit van bijna 1000 lockers, 990. Het systeem werkt dus zo. Mensen krijgen een mailtje van tevoren voor elk concert. Daarin kunnen ze een link aanklikken waarmee ze dus al voor het concert hun locker kunnen reserveren. Of mensen komen binnen en die scannen een QR-code op een van de posters die buiten en binnen hangen. Dan kunnen ze een locker kiezen, dus klein, groot of medium. Krijgen ze een locker toegewezen, die kunnen ze zo vaak als ze willen open doen. Ik vind het heel makkelijk, het werkt echt heel soepel. Je hoeft niet in de rij te staan, geen gedoe. Ik ben ondertussen al 4 keer heen en weer gelopen en elke keer werkt het gewoon. Ja, ik ben wel fan. Ik vind het wel een goede zaak. Voorheen was best wel dringen bij het garderobe en zo, en nu stroomt het lekker door. Ik denk dat het grootste voordeel toch wel de efficiëntie is. We moeten hier op een concertavond toch 1500 mensen naar binnen krijgen in een vaak echt korte tijd. Dus als iedereen niet in de rij hoeft te staan voor een garderobe, maar zelf dus een locker bedient en die openmaakt en die betaalt, gaat dat een stuk sneller. Dus zowel bij de inloop als ook bij de uitloop, dat scheelt ook heel erg veel. Ja, ook wel een stukje veiligheid, je hebt geen gedrang meer bij de garderobe. Het systeem is een beetje nieuw voor mij. Bij anderen dan moet je gewoon searchen of hangertje. Dus dit vond ik wel fijn. Het was in één keer goed. Ik kreeg een mailtje binnen toen ik de QR-code scande. Ik moest alleen mijn mail invullen. En toen kreeg ik een mailtje en toen moest ik klikken. En toen was het één knopje. Open doen, dan ging die vanzelf open. Dus, Is best wel fijn. Kunnen we het nu openen. Stel, we moeten allebei op een ander moment weg. En vooral bij grote groepen denk ik dat het best wel fijn is. Ja, ik zou het zeker aanraden. Ik denk dat het heel fijn is dat mensen dus zelf via een QR-code die locker kunnen scannen. Dus niet meer een 2-euro muntje nodig hebben. Wat natuurlijk vaak mensen niet meer hebben. Ook is het heel fijn dat mensen gewoon zo vaak als ze willen erin en eruit kunnen. Vooral bij clubnachten merken we heel fijn als mensen toch nog even naar buiten willen om een sigaretje te roken. Ja, en de efficiëntie, dat is gewoon heel fijn, dus ik zou het zeker aanbevelen.